Welkom bij het kanaal van de Game Contenters. Vandaag gaan we een potje FIFA 22 spelen. Ik nodig je uit om tot het einde te bekijken hoe wij een potje FIFA 22 spelen. Wellicht kun je er iets uit halen voor je eigen gameplay, of voor op het veld, of voor FIFA 23. Ik zal vandaag starten met Ajax tegen FC Utrecht. Iedere voetballiefhebber heeft uitgekeken naar deze dag. De dag van deze prachtige wedstrijd. Zoals altijd ziet u de wedstrijd hier live vanuit de Johan Cruijff Arena. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren en laat ook een like achter voor deze video. Hallo allemaal, dit is Amsterdam en we heten u allen hartelijk welkom vanuit de Johan Cruijff Arena. U luistert naar Sier de Vos, dat ben ik. En naast me zit collega Jeroen Guter. Wij zijn de commentatoren van vandaag. En over enkele ogenblikken begint deze wedstrijd in onze eigen eredivisie. Dit is Ajax dat aantreedt tegen FC Utrecht. Ja, in deze wedstrijd mag er dan wel niets op het spel staan. Er is geen sporter die ervan houdt om te verliezen. We krijgen een corner. Nadat hij die bal met een ingreep netjes wegwerkte. Met een hoekschop dus als gevolg. Goed weggewerkt die bal. Wat gaat hij hiermee doen? Gaat dit wat worden? Steven Berghuis. Trekt naar binnen. Een enorme kans. Trekker overhaald. Doelpunt! De thuisploeg scoort. Oh, kijk die supporters die vierde doelpunt. Alsof de overwinning van deze belangrijke wedstrijd al binnen is. Ja, dat doet hij fraai hoor. Daar is echt helemaal niets op aan te merken. Hier, kijk. Hij legt zijn tegenstander volledig in de luren en dan rondt hij het heel beheerst af. Prima gedaan. De score is geopend. Het is 1-0. En nummer 8. Steeds iets verder. Nusair Mazraoui. Doorgebroken met de bal. De Amsterdammers maken hem. En ze scoren alweer. Zo kort op die vorige goal. Tegenstander is het helemaal kwijt. Je hebt geen idee wat er gebeurt allemaal. Ze komen opnieuw in balbezit. Achter de linies gestoken. Een geweldige verdedigende actie. Ze laten hem niet met rust. Sterke actie en gelijk weer in de aanval. Dusan Tadic. Voorzet naar de spelers in het centrum. Een venijnige kopbal en menig keeper zou hier op het antwoord schuldig zijn gebleven. Ja, maar deze doelman dus niet. Steven Berghuis. Bal veroverd in de eigen 16. Wat gaat hij nu doen? Ja, en nu scoren! Goeiedag, mooi doelpunt. De verdediger totaal het bos ingestuurd. Ja, die actie was gewoon perfect uitgevoerd. Precies op de juiste plek. Ja, zo wordt scoren wel een makkie. Hè? Eén team maakt hier de dienst uit. Het staat 3-0.
Ryan Gravenberg. Goed geanticipeerd op die pas. Hij zit ertussen. Aan balbezit geen gebrek vandaag voor Amsterdammers. En als ze de bal dan verliezen, dan is dat niet voor lang. De kans! Schiet dan! Hij grijpt daar formidabel in en zet een streep door die aanval. Goede tackle op de eigen helft. De bal is weer in bezit. Sander van der Streek. Ja, dat is een hoekschop. Corner voor het doel gebracht. Hij grijpt in, maar het gevaar blijft. Ruimte voor de counter. Die bal weet hij goed onderscheppen. Goed opgesteld. Bart Ramselaar. Hij houdt het schot tegen. Sébastien Allaire. Een kans om te scoren. Een fantastisch doel. Daar gaan we even voor staan. Even klappen. Hè. Wat is echt een geweldige goal. Als je de bal zo laag houdt, kan de doelman er moeilijk bij. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een mes scherpe counter. En eigenlijk doet hij het helemaal zelf. Ja, hij gaat er vandoor. Hij laat iedereen achter zich en dan rolt hij het ook nog heel netjes af. Gedecideerd. En al in de eerste helft hebben ze een zeer comfortabele voorsprong opgebouwd. Ryan Gravenberg. Davy Klaassen. Davy Klaassen. Moet een doelpunt worden. Die bal is een makkie voor de keeper. Kunnen ze dit snel uitspelen? Van de bal afgezet. Dusan Tadic. De bal weer heroverd. Nog steeds aan de bal hier. Eén minuut extra speeltijd. Goed gereageerd, zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Hij komt met een schot. Goed gepakt door de keeper. Bal komt voor in het 16 meter gebied. Daar komt een tegenstander tussen. We gaan de rust in met een afgetekende... Hierbij gaan we de rust in. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren. Laat ook een like achter voor deze video of voor een van onze andere video's. We gaan gauw door naar de tweede helft. En vergeet onze video's niet te delen met familie, vrienden en geliefden. Ik zou zeggen, kijk gerust mee tot het einde. FC Utrecht brengt de bal in beweging. Het tweede bedrijf begint. Blijft goed aan de bal. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Wat gaat hij doen? Dat schot wordt geblokkeerd door een speler. Sander van der Streek. Bal gered. Spel loopt verder. Daar zit iemand tussen bij dat schot. Hoekschop komt voor. Zorg dan dat die bal ook echt weg is. Mogelijkheden voor een counter. En nu snel schakelen voor de counter. Ja,
Nou, van dit schot ligt de doelman niet wakker. Goed geanticipeerd op die bal. Gevaar geweken. Ze zaten de tegenstander op de hielen. Pakken de bal af. Davy Klaassen. En die actie wordt bestraft met een strafschop. Dat is bepaald niet handig verdedigd. Daarmee breekt de speler zijn team nog dieper in de problemen. De scheidsrechter beoordeelde die sliding goed hoor. Terecht gefloten. En gewoon een strafschop. Maar hij trekt er geen kaart voor. Terecht. Nou, ik snap hier echt helemaal niets van. Je moet hier gewoon een kaart voor geven. De harde aanloop van Tadic. En raak vanaf 11 meter. Laag en zuiver in de hoek. Voor de keeper is het eigenlijk niet te doen. Nog eens vanuit een andere hoek. Er is sprake van een duidelijk krasverschil in deze wedstrijd. Voorzet gaat naar het midden. Ja, fenomenaal die volley. Zie die bal eens zweven naar het net. Schitterende treffer. Het begint natuurlijk met die voorzet die perfect op maat is. En dan Tadic, ja. Die doet dat heel knap. Formidabel, deze geplaatste volley. Een monsterscore inmiddels. 6-0. Afgetekend. Een goed uur gespeeld. Nog een half uur te gaan. Goed ingegrepen door die speler. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Tadic! Groter wordt die kans niet. Hij zorgt ervoor dat dat schot smoort. Berghuis is fraai zijn verdediger voorbij. Goed weggewerkt. Niet meer aan de bal na die tackle. Dusan Tadic. Tadic! Tadic moet deze maken! Een onvervalste hat-trick maakt hij hier. Wat is hij vandaag op dreef? Drie keer scoren. Hat-trick. Hij mag de bal straks hebben. Lekker hoor. En hij heeft er al een paar thuis liggen. Een geweldig moment. Elke keer weer voor hem en zijn team. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Sterke actie om de bal. Er zijn nog 20 minuten speeltijd over, de laatste fase. Een leep balletje diep en hij kan doorstomen. Er komt een hoekschop. De bal wordt voor het doel gebracht. Hij wordt weggewerkt. Davy Klaassen. De scheidsrechter denkt het goed te hebben. Buitenspel. Er komt een wisselspeler in het veld. Hij weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. Goeie aanname. En zo behouden ze het balbezit.
moet een doelpunt worden. Doelman had hem. Bal blijft binnen. Zo, knap. De doelman weet dat harde schot te keren. De hoekschop wordt genomen. De spelers gaan klaarstaan. Netjes die bal weggewerkt. Hij let goed op en onderschept die paas. Deli blind. Sebastien, en hij komt eruit met de bal. Daar is dan toch het gevaar. Een fantastisch doelpunt met het hoofd. Niets aan te merken op deze treffer. Werkelijk onberispelijk gedaan. En dan wordt het fraai afgerond met een kopbal. Ja, nu is de wedstrijd al gespeeld. Nu ze de voorsprong nog groter maken. Hij gaat er flink in. De bal ingeleverd door Blind. Ja, kennelijk wist hij het even niet meer. Sander van der Streek. En dan het blopje. En een eenvoudig blok. En we doen gewoon nog een hoekschop. FC Utrecht komt met een wissel. Het is tijd voor een wissel. Nummer 22. Sander van der Streek. Hoekschop in het centrum geplaatst. Plaats voor nummer 10. Simon Gustafsson. Dusan Tadic. De bal kan nu voor het doel worden gegooid. Die bal mag erin. Een onvervalste hat-trick. Dan ben je een goeie hoor. Ah, ongelooflijk ziet. Hij legt ze er allemaal in. Een kans, een goal. De verdediging maakt geen schijn van kans. Wat een gevoel en wat een controle in deze paas. Werkelijk afgemeten. En die uitstekende voorzet wordt uiteindelijk knap afgemaakt. Goed teamwork. Mooie goal. Er is sprake van een duidelijk krasverschil in deze wedstrijd. Er is afgefloten. Ajax. Hierbij winnen we de wedstrijd. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren. Laat ook een like achter voor deze video of voor een van onze andere video's. Voor nu bedank ik je voor het kijken en tot de volgende gameplay.